repetitie, een later tijdstip dan u gewend bent, maar het zij zo. Dus ik hoop dat we het niet laat hoeven maken, want hierna hebben we ook nog een bijeenkomst. U heeft al een agenda voor zich liggen. Die wou ik zo vaststellen als die voor ligt. Kan iedereen daarmee instemmen? Dat blijkt het geval te zijn. We hebben vanavond 4 insprekers. Ik neem aan dat ze allemaal de procedure kennen. Ik wil iedere inspreker 5 minuten het woord kunnen geven. Dan wil ik naar voren vragen meneer Schoenmaker. Namens de Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal. Ik heb er even rekening mee natuurlijk. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, leden van de Algemene Raadscommissie. Graag maak ik namens de Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal gebruik van het spreekrecht om in te spreken over agenda punt 5 dat voor ligt. Dat is onderwerp beleid lichtplaatsen recreatievaart. In plaats van te komen met een voorstel voor het heffen van lichtgeld in Stadskanaal, komt het college nu bij uw commissie met een stuk waarin ze argumenten aangeeft om in het centrum van Stadskanaal geen lichtgeld in te voeren. Het college schrijft dat in de situatie in de passanthaven van Musselkanaal wezenlijk anders is dan die in het centrum van Stadskanaal. Ik lees dat in de passanthaven meer voorzieningen zijn die bovendien zijn inbegrepen bij het lichtgeldtarief. En dit is onjuist. Slechts het gebruik van de douche en het stroomgebruik zijn bij het lichtgeldtarief inbegrepen. Voor de overdiensten is onder meer het water. Moet evenals in Stadskanaal ook in de passantenhaven in Musselkanaal voor worden betaald. Daarnaast benoemt het college de consequenties van het innen van lichtgeld in het centrum. Er wordt gesteld dat er ongewenst uitwijkgedrag door ontstaat en dat vermindering van het aantal overnachtingen die dat tot gevolg heeft ten koste gaat van de economische spin-off voor horeca en detailhandel in het centrum. De economische spin-off wordt hierbij boven het heffen van lichtgeld gesteld. En dat zal zeker door de ondernemers worden toegejuicht. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat alleen is voorbehouden aan ondernemers in Stadskanaal. Uiteraard moeten ook de ondernemers in Musselkanaal hiervan kunnen profiteren. En wanneer u dit beleid inderdaad zou vaststellen, wat ik me overigens niet kan voorstellen, zou niet anders kunnen dan dat er ook voor de passantenhaven Musselkanaal geen lichtgeld meer geheven zal worden. Als we de zienswijze van het college doortrekken, zal deze maatregel een aantal overnachtingen in Musselkanaal een positief impuls geven. Het bestedingspatroon van de vaders dat genoemd wordt, moet overigens wel in het juiste perspectief worden gezien. Ik kan me niet voorstellen dat een eigenaar van een boot, zoals daar staat aangegeven, 17 euro per persoon per dag besteedt, terwijl zijn buurman die een boot huurt, daarentegen 75 euro per persoon per dag er doorheen jaagt. Ik noem de bedragen zijn naar mijn mening ook uitgaven van vaders meegenomen wat ze dus besteden aan brandstof en andere zaken en huurprijs. Maar daar even terzijde. Ook wordt als argument aangevoerd dat door de perceptiekosten van het heffen van lichtgeld in Stadskanaal er nauwelijks financieel voordeel te behalen is en daarom maar achterwege moet blijven. Dus echter bij het inning en invordering van rechten van belastingen niet toegestaan. Bij het vaststellen van de tarief moeten de perceptiekosten random worden meegenomen, want anders kan dit leiden tot rechtsongelijkheid. En als voorbeeld noem ik een gezin dat alleen in een landelijke omgeving woont en die daarbij dezelfde rechten van afvalstoffing betaalt als gezinnen in een rijtjeswoning. Met andere woorden, de vuilniswagen rijdt vele kilometers om ook 1 kliko van 1 gezin te legen, maar de gemeente mag daar geen extra kosten voor rekenen. De kosten van het verzamelen van restafval worden dus random meegenomen in het tarief. Het college geeft aan dat het onderwerp gesproken te hebben met de vertegenwoordiging van de Koninklijke Nederlandse Watersportvereniging. En die zijn van mening dat de vaders best mee willen betalen aan de uitbreiding van de voorzieningen. En dat zal zo zijn, maar ze betalen wel 2 keer. 1 keer in het tarief en 1 keer bij het gebruik ervan. En onlangs is bekend geworden dat de gemeente Stadskanaal voor het jaar 2016 een begrotingstekort heeft van 8 ton. Wethouder Hamster kondigde op voorhand al nieuwe bezuinigingen aan en gaf daarbij aan dat de bestaande voorzieningen opnieuw gesneden zal gaan worden. Een enorme klus waar dit college voor staat. Maar duidelijk is dat alle inkomsten broodnodig zijn. En het kan niet zo zijn dat er straks bijvoorbeeld in het buitendorp een zwembad gesloten wordt, terwijl de vaders in de Stadskanaal geen lichtgeld betalen en deze kosten worden gedekt uit de algemene middelen. Zoiets valt niet uit te leggen. In het licht hiervan begrijp ik ook niet dat het college, ondanks de motie met een duidelijke opdracht, thans dit voorstel neerlegt. Laten we maar gewoon eerlijk zijn, het is een raar stuk dat voor ligt.
staan dingen die niet juist zijn, dingen die strijdig zijn, de riddelsontheffing en invordering. En met het oog op de komende bezuinigingsronde vinden wij het standpunt dat het college over het onderwerp inneemt niet realistisch en zelfs ongepast. Voorzitter, geachte leden van de raadscommissie, het kan eenvoudiger. Schaf de betaalautomaten van de douche en de stroomvoorziening langs de stijgers in Stadskanaal af en voer gewoon een lichtplaatstarief in. In de berekening bent u dan van het gegoochel met euro's en halve euro's af. Is het niet van belang of iemand zich iedere dag doucht of wellicht een douchebeurt overslaat, wat ook weer 50 eurocent scheelt. Kortom, de tarieven worden transparanter en wat voor u mooi is, u bent tevens van het onderhoud en de kosten van de automaten af. Ik besluit. Ik neem aan dat het overbodig is, maar toch wil ik u vragen vasthouden aan de motie en het college onverkort met een voorstel te laten komen over het heffen van lichtgeld in Stadskanaal. Ik dank u voor uw aandacht en wens u een goede vergadering. Dank u wel, meneer Schoonmaker. Het was precies in 5 minuten. Zie je wel? Ik had vanmorgen geoefend, dus ik heb nog 3 regels geschrapt, dat klopt precies. Goed. Ik heb voor iedereen nog een exemplaar en vanaf de tribune, morgen staat het bij ons op de site, dus kan ik het hier achterlaten aan Jan? Ja. Alsjeblieft. Dank u. Dank u wel. Dan wil ik nu het woord geven aan meneer Van der Molen, namens de Centrumwinkelier Stadskanaal. Dank u wel, voorzitter. Geachte leden van de raadscommissie, ik werd al gezegd, ik ben Roel van der Molen en ik spreek namens de centrumwinkeliers. En om te beginnen, in tegenstelling tot de vorige spreker, wil ik aangeven dat wij als centrumwinkeliers heel erg gelukkig zijn met het voorstel van het college. En er heeft een aantal redenen. Als we kijken naar de laatste jaren, dan hebben ondernemers in het centrum het heel zwaar gehad. Als je kijkt naar vergelijking tussen de verschillende centra in Oost-Groningen, dan hebben we een uniek centrum. Maar het unieke van het centrum gebruiken we te weinig en dat is juist het kanaal. Als we kijken naar de economische crisis en het veranderende koopgedrag van de klanten, dan zien we dat we dus steeds meer mensen krijgen die gaan winkelen, die daar ook een beleving bij willen hebben. En juist dat kanaal kan zorgen voor sfeer en beleving. We hebben het laatste jaar gezien dat het aantal overnachtingen, dat die dus flink stijgt. En ook in het stuk van het college wordt dat aangegeven van dat er dus ongeveer 1500 overnachtingen zijn geweest. Gemiddelde bezetting van de boot, ga ik even uit van 2 personen, zullen er vaak meer zijn. Maar ga even uit van 2 personen, maal de 17 euro bestedingen per dag. En dat betekent dat u dan op ruim 50.000 euro aan bestedingen tegenkomt in het centrum. Het college geeft aan van als je op een bepaald moment per nacht een 5 euro wilt vragen, dan levert dat 7500 euro op. Het innen en alle kosten daar omheen kost 5600 euro. Dat betekent dat u netto bij het innen van lichtgeld maximaal 1900 euro int. Zet die 1900 euro nou eens af tegen dus ruim 50.000 aan inkomsten van de ondernemers in het centrum. Dan denk ik van, wat praten we over? Laat alsjeblieft dat lichtgeld achterwege. Laat de sfeer in het centrum door de boten die daar gaan liggen, laat die vooral ontstaan en laat die dus steeds beter worden. Zodat we dus als centrum, en we gaan nog een moeilijke tijd tegemoet met het centrum, maar als centrum zo goed mogelijk kunnen functioneren. Ik hoop dat u als commissie in ieder geval akkoord kunt gaan met het voorstel van het college. Ik wens u heel veel sterkte bij de afwegingen en bij de besluitvorming daarover. En ik dank u voor uw aandacht. Dank u. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Molen. Dan wil ik nu het woord geven naar meneer Dunn. Goedenavond, commissie. Ja, ik sta hier weer in Staatskanaal en nu als ondernemer, ook in tegenstelling met de vorige ondernemer, maar ik zal ook zeggen waarom dat ik dit voorstel niet kan volgen. Gezien het voorstel van het college was verwoord in een stuk van 2 oktober 2015 in zaken lichtgelden zoals deze nu voorligt, moet geconstateerd worden dat dit voorstel in strijd is met de wet markt en overheid. Hierna te noemen de wet de WMO. Een beroep op algemeen belang faalt. Gezien ook het feit wat de vorige spreker heeft gezegd, is het een rechtstreeks economisch belang en daarmee onmiddellijk treedt die wet in werking. Reeds langere tijd proberen wij samen de recreatievaart in dit deel van Groningen te ontwikkelen. Er is veel geïnvesteerd om juist ook, zoals u in voorliggend stuk kunt lezen, economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Is het in eerste instantie de overheid die voorwaarden scheppend bezig is geweest, ook individuele ondernemers zijn nu hiermee bezig om het voorzieningenniveau omhoog te brengen en hebben daarin met eigen middelen geïnvesteerd, ook om hiermee een boterham te verdienen. Juist uit voorliggend stuk eigen stuk blijkt dat er hier sprake is van een economische activiteit en dat het erom gaat de economie te verbeteren en klanten te trekken en te binden. Daarmee heeft ook het college direct zelf vastgesteld dat het gaat om een puur economische activiteit en niet om iets ten algemene diensten. Hiermee gaat het dus ook niet meer om een algemeen belang, zoals bijvoorbeeld voetbalvelden, schoolgebouwen of een bibliotheek. Het gaat om een specifieke doelgroep met puur de bedoeling economisch gewin binnen te halen. Dat mag echter niet middels door de overheid gratis ter beschikking gestelde middelen en daarmee direct andere ondernemers in deze sector beconcurreren. Volgens de wet mag dan het algemeen belang niet zonder meer worden ingeroepen of gelden. Ik juich verbetering van voorzieningen van de vaarrecreatie, zoals ook Staatskanaal heeft ingezet, toe. Ja, ze zijn noodzakelijk om de vaarrecreatie verder te stimuleren. Dat mag echter niet ten koste gaan van ondernemers die hiermee een boterham moeten verdienen. Daarvoor is het WMO in het leven geroepen, omdat dit regelmatig spanningen oplevert. Wij zitten met ons bedrijf binnen een afzienbare reisafstand van Staatskanaal, waardoor wij direct en indirect concurrentie hebben te verduren van gratis lichtplaatsen. Ook al is het in het centrum van Staatskanaal geen jachthaven in letterlijke zin, echter het samenstel van factoren zoals stijgers, voorzien van stroom, aanlegmogelijkheden, douches, watertappunten, maakt dat dit wel zodanig gezien moet worden. Nu reeds zitten wij met het probleem dat in gemeenten om ons heen geen watertoeristenbelasting wordt gegeven en ik binnen onze gemeente verplicht ben om dat wel te heffen. Daarmee kom ik zonder meer al in een oneerlijke concurrentiepositie. Eigenlijk zou de kostprijs van de lichtplaats bij ons veel hoger moeten zijn, maar dat is gezien deze ontstaande situatie niet mogelijk. Het aanleggen ook nog gratis wordt aangeboden, is niet marktconform en een kostendoorberekening zou moeten plaatsvinden. Het is een onmogelijke concurrentiepositie waarin je dan terechtkomt. Ik wil daarnaast ook verwijzen naar eerdere afspraken binnen de streekraad gemeenten om daar waar voorzieningen worden verstrekt een redelijke vergoeding te vragen. Het gaat hierbij niet alleen om passanten. Uw stijgers worden voor een groot deel ook gebruikt door langdurige liggers die niet uit de gemeente Staatskanaal komen, maar bijvoorbeeld in Borger wonen. Doordat u dergelijke voorzieningen langdurig gratis ter beschikking stelt voor ook deze groep, is dit rechtstreeks concurrentievervalsing te noemen. Dan de WMO die is het juist gratis ter beschikking stellen van aanlegvoorzieningen en lichtplaatsen genoemd als onwettelijk en concurrentievervalsend. Juist omdat dit als zodanig is genoemd, had meer oog moeten zijn voor andere ondernemers in de regio. Mijns inziens is daarmee geen rekening gehouden. Laat staan dat in het uiterst bevreemding en rechtsongelijk is dat in het ene deel van de gemeente wel dergelijke lichtgelden in de toeristenbelasting wordt geïnd en in het andere deel niet. Ook daarmee beconcurreert u als overheid rechtstreeks de ondernemers in bijvoorbeeld Musselkanaal. In uw stuk zijn bedragen genoemd van 5 euro per overnachting. Dat is echt een slag in de lucht. Ja, dat is niet reëel en niet kostendekkend. Je moet al gauw denken aan 15 euro per overnachting. Dus ook een berekening die eraan vastgehouden is, is totaal onjuist. Dat had eenvoudig nagetrokken kunnen worden. Ja, dus je zou in ieder geval moeten komen tot een berekening van een kostprijsberekening. Van wat gaat ons dat kosten, wat kost ons dat per jaar en wat levert het ons bij op. En dan krijg je dus een heel ander sommetje als er nu is voorgeschoteld. Ja? Dan ga je al gauw richting 15.000 euro als er 1500 overnachtingen zijn geweest. Ook dan
kan ik daarmee leven als hier lichtgeld wordt gegeven. Maar niet met gratis aanleggen, ook niet langdurig. Dat lijkt mij niet de bedoeling. Ook de HISWA is als brancheonderneming hier absoluut op tegen en voert al diverse procedures hierin. Nou, samenvatting wil ik eigenlijk zeggen, in het vertrouwen dat u dergelijke voorzieningen zoals lichtplaatsen, camping met lichtplaatsen, die op een bepaalde wijze ondersteunt met algemene middelen, qua tariefstelling op korte termijn, in ieder geval voor 2016, marktconform aanpast, met een doorbreking van alle kosten, zoals dit in de gemeentewet is voorgeschreven. Dit overeenkomstig de wet markt en overheid. Dat geldt voor camperplaatsen, maar ook voor lichtplaatsen van schepen. Graag word ik op de hoogte gehouden van de integrale kostenanalyse. Datzelfde geldt voor het illegaal langdurig aanleggen in gemeentelijke vaarten en kanalen waarvoor APV-handhaving noodzakelijk is. Ja, ongewenst uitwijkgedrag is heel simpel op te lossen, zoals bijvoorbeeld in Drenthe. Aanlegverbod, tenzij het is toegestaan. Heel simpel. Ja, en dan is het kwestie van handhaven. Hoef je helemaal geen bordenpark neer te hangen. Ja, je maakt gewoon alleen borden. Op het begin van de steiger komt een bord. Hier mag u aanleggen. En aan het eind van de steiger een bord. Hier is het verboden aan te leggen. Heel simpel op te lossen. Ja, ik wil u ook aangeven om indien u kosten wilt besparen, ja, mogelijk marktpartijen hiertoe een uitkomst kunnen bieden. Want dat hele financiële plaatje zal dan niet meer opgaan. Wilt u komen ik ben klaar. Mooi zo. Ja, ik heb hier nog een krantartikel bijgegaan waarop ook door gemeenten heel vaak onterecht op het beroep wordt gedaan op het algemeen belang. Maar je moet daar gewoon beoordelen of er sprake is van oneerlijke concurrentie. Voorzitter. Dank u wel. Meneer Mellies. Ja, sorry, misschien dat ik het niet meegekregen heb hoor. Ik weet dat u de heer Dun heet. Maar ja. In welke hoedanigheid was u hier? Wij hebben een jachthaven in Terapel. Ah, de Run. En wij beheren ook voor de gemeente de stijgers in het centrum van Terapel. We innen daar ook alle lichtgelden. De Runde is dat toch? Ja. Ja, dank u wel. Dank u wel. Ja, en ik weet ook dat toeristen daar ook geen probleem mee hebben om voor goede voorzieningen te betalen. Ja? Ja, dank u wel. Oké. Dan wil ik nu het woord geven aan meneer Elling. Die spreekt namens de ondernemersvereniging Musselkanaal. Ja, dankjewel. Dankjewel, voorzitter. Geachte commissie. We hebben 3 sprekers gehad. 2 uitbundig tegen, 1 uitbundig voor. Ik wil mijn pleidooi opdelen in 3 hoofdstukken. Wat wordt geacht normaal te zijn in een hoedanigheid van het toepassen van lichtgelden. Het financiële deel en een stukje rechtsgevoel. Wat is normaal? Nou, ik ben geen bootliever, ik ben geen bootjesman zoals men het pleegt te noemen. Ik heb wel begrepen dat het heel normaal en heel gebruikelijk is dat of ik nou in Woudsend ben, of ik ben in Lemmer, of ik ben in Giethoorn, zodra er faciliteiten zijn. Ja? Een beetje verder weg, sorry. Sorry. Zodra er faciliteiten zijn, is het heel normaal dat je daarvoor betaalt. Er schijnt ook geen enkele vaarliefhebber of eigenaar van een recreatievoertuig te zijn die daar problemen mee heeft. Ook, dat is datgene wat meneer Dun zojuist heeft gemeld. Dat is normaal. Geen faciliteiten, geen lichtgeld. Wel faciliteiten, wel lichtgeld. Financieel. Nou, zoals eerder gememoreerd door diverse sprekers. Er ligt een tekort in de begroting, begreep ik, binnen de gemeente Stadskanaal. Dan is het op zijn minst opmerkelijk dat hiervan, van dit onderdeel wordt gezegd, we laten het maar achterwege. Als laatste, en misschien wel het meest belangrijke, maar daarmee raakt u ons in ons hart. Wij zijn een ondernemersvereniging in Musselkanaal. Wij begrijpen niet, en kunnen er ook niet begrijpen, en gaan het waarschijnlijk ook nooit begrijpen, waarom in Stadskanaal vrijstelling is van het hanteren van lichtgeld, en in Musselkanaal gewoon lichtgeld wordt gegeven. Onbegrijpelijk. Dat druist in tegen elk gevoel van rechtvaardigheid. Sterker nog, ik zou er één argument bij willen noemen, wat misschien het extra benadrukt. Het werkt in mijn ogen, in onze ogen, werkt het polariserend binnen de gemeentegrenzen. Waar we per slotverrekening niet moeten willen. Ik heb begrepen, zo gaat het ook. Economisch zullen we meer dan ooit moeten samenwerken. Niet alleen binnen de gemeentegrenzen, maar ook buiten de gemeentegrenzen. Dit soort voorstellen werkt alleen maar polariserend, waardoor wij met elkaar het beoogde doel nooit en zijn nimmer zullen bereiken. Conclusie van onze zijde. Wij zouden het erg
waarderen en ook niet meer als normaal vinden dat het voorstel van de gemeenteraad wordt gevolgd, waarin wordt gezegd dat gewoon ook lichtgeld wordt gehanteerd in het Stadskanaal, in het centrum van het Stadskanaal. Ja, sorry, dat was het. Dank u wel, meneer. Bedankt voor uw aandacht. Dank u wel. Goed, dat waren onze insprekers voor vanavond. Dan gaan we over tot agenda punt 5, waarin we beleid, lichtplaatsen, recreatievaart, openieren en willen behandelen. Dit is naar aanleiding van de motie lichtgeld in het centrum van Stadskanaal. En voordat we daartoe overgaan, krijgen we eerst een presentatie van Jacco Schwarzenberg. En daarna nog van meneer Nallenberg en meneer Smulder van de Koninklijke Nederlandse Watersportverbond. We geven nu het woord aan Jacco Schwarzenberg. Ik wil u vragen om eerst de presentatie af te wachten en eventueel daarna de vragen te stellen. Dank u wel. Ik zal u kort meenemen in het stuk wat u ook heeft. Wat u al in de zin heeft, wat gaat over het voorstel wat het college heeft gedaan aan de motie. Een korte presentatie om u nog een keer even mee te nemen wat de overwegingen en feiten zijn geweest om uiteindelijk tot de vraag te komen die bij u voor ligt. Eerst even goed om even terug te gaan. Jacco, ja. Zou je in de microfoon willen praten in verband met de bandopname? Oké. Okay. Eerst even u meenemen in het begin. Er is een motie in uw raad geweest waarin u heeft gevraagd om met een voorstel te komen voor het heffen van lichtgeld bij de Eurobrug in Stadskanaal. Dat is de motie geweest waarmee ook het college aan de slag is gegaan en zeg maar als vertrekpunt heeft genomen voor de analyse die voor ligt en uiteindelijk ook geleid heeft tot een aantal vragen bij u. Dat was best een lastige opgave omdat er meerdere dilemma's daarbij aan bod kwamen. Aan de ene kant heb je te maken met de kaders van het bestuursprogramma. Dat zegt over recreatie en toerisme als een van de dragers van economie. Je kunt het bekijken vanuit verschillende belangen en verschillende invalshoeken. Je kunt verschillende scenario's bedenken die leiden tot wel of niet heffen van gelden of van bedragen. En tenslotte wil je ook aansluiten bij de inrichting van de Hoofdstraat, waarvan u een aantal jaren geleden heeft aangegeven dat die verbeterd en vernieuwd zou worden, moeten worden. Dat is inmiddels gebeurd, dus er ligt een mooie Hoofdstraat. En om daarbij aan te sluiten, om ook ervoor te zorgen dat die Hoofdstraat en het hele beeld zo wordt gebruikt als bedoeld is, nou, dat zijn de dilemma's waarmee het college aan de slag is geweest. Uiteindelijk willen we u straks eigenlijk twee vragen voorleggen. Die staan hier. Bent u het eens met de stelling dat de vaarrecreatie een belangrijke bijdrage levert? Ook onder andere aan de economische spin-off. En zo ja, bent u dan eens om met ons vast te stellen dat het heffen van lichtgeld onevenredig afbreuk doet aan datgene wat we beogen met het centrum van Stadskanaal. Voordat als u daar met elkaar het debat over heeft gevoerd, geeft het ook het college voldoende input om uiteindelijk, in november mening staat hij op de agenda, met een integraal voorstel over de tarieven te komen. Zowel voor het spoordok als voor Stadskanaal. En want die vraag die lag er ook nog steeds. Voorzitter. Meneer Iderma, ik had gevraagd of u na de presentatie uw vragen zou willen stellen. Gehoord. Ik hou me stil. Voordat u met elkaar het debat voert en de vragen stelt, leek het ons goed om u even mee te nemen in de feiten en overwegingen die het college heeft gehad om het voorstel neer te leggen wat er ligt. En is het ook goed om de ervaringen van de vaarrecreanten daarbij te laten horen en laten meenemen. Dus dat zijn de twee lijnen die we vanavond met u zouden willen bespreken en voorleggen. Feiten en overwegingen. Nou ja, u heeft ze net ook al van de insprekers gehoord. In verschillende varianten, maar het centrum van Stadskanaal 2014 1500 overnachtingen. Gemiddelde uitgaven per dag €17. En het klopt, er zitten verschillen in tussen of je een eigen bootbezitter bent, dan geef je volgens de onderzoeken €17 uit. En ben je een bezitter van een huurboot, dan geef je tussen de, ik meen de €64 en €75 uit. Voor het gemak zijn we wel even uitgegaan van die 17. He, omdat inderdaad bij de ander nogal wat vragen liggen, wat is daar wel of niet in meegenomen.
U heeft de voorzitter, of u heeft de inspreker van de van het Centrum Stadskanaal ook gehoord. Ongeveer 50.000 euro wordt er dan omgezet. Nou, dat klopt. 51.000 om precies te zijn uitgaande hiervan. Wat staat er tegenover? Hè? Als iemand hier aanlegt, wat zijn de kosten daarvoor? Wat zijn de tarieven die je daarbij hanteert? En dit zijn de tarieven die op dit moment gelden. Ook die zijn al genoemd door verschillende insprekers. 50 eurocent om te douchen, 1 euro voor water en 1 euro voor elektriciteit. Puur stukje feiten zoals het op dit moment geldt. Dan een aantal overwegingen die bij het college hebben meegespeeld. Eentje is dat het Stadskanaal heeft natuurlijk een grote betekenis voor recreatietoerisme in onze gemeente. Het is daarom ook best logisch om laagdrempelige goede voorzieningen te hebben, dat je daar ook maximaal gebruik van kunt maken. Wat je uiteindelijk beoogt is dat de aanlegplaatsen, de stijgers, de mogelijkheden om zeg maar, met je boot te parkeren, een maximale spin-off levert voor de economie, voor de winkeliers in het centrum. En misschien goed om hier ook nog bij te vermelden dat als het om de kern van Stadskanaal gaat, het kanaal wel als een van de kwaliteiten wordt neergezet. He, dus dat je in die zin ook eigenlijk een kanaal wil hebben waar de bootjes in liggen en waar gebruik van wordt gemaakt. Uiteindelijk is die ook wel genoemd, ook bij meerdere sprekers in meerdere varianten, is dat het centrum van Stadskanaal is geen jachthaven. Het is in feite is het een doorgaande route waar je aanlegt op het moment dat je Stadskanaal in wil gaan. Je hebt een ander soort voorzieningen die beschikbaar zijn en die worden aangeboden. Als je kijkt naar de effecten die er optreden als je wel lichtgeld heft. Nou, deze heeft u ook al gehoord. Er ontstaat uitwijkgedrag op het moment dat je geld hebt op de plek waar je dat doet. En je, nou ja, dat zult u zien dat mensen of doorvaren of elders aanleggen waar je dat wel gratis mag doen. En dus in die zin heb je een uitwijkgedrag waarmee je ook kunt bedenken dat daarmee zeg maar, de uitgaafpatroon ook in het centrum anders gaat worden. Dat de spin-off anders is. Dit rekenvoorbeeldje hebben we er toch maar even bij gedaan. He, want uiteindelijk op het moment dat je stel van die 5 euro uitgaat en je moet dat gaan innen, dan moet wel iemand langs die bootjes om dat te gaan innen. En daarbij is een offerte opgevraagd bij WDK, kost 5600 euro. Nou, het rekensommetje is u net ook al gemaakt. 7500 euro bruto, moet u nog wat belasting over betalen, afdragen. Dan houdt u dus een klein bedrag over wat je dan daarmee zou kunnen verdienen. Uiteraard geldt hier natuurlijk ook, op het moment dat je meer uitwijkgedrag krijgt, dat er ook minder inkomsten zullen zijn. Dat maakt dat het voorstel van het college het volgt is. In het centrum van Stadskanaal geen lichtgeld heffen. Wel nog een keer kritisch kijken naar de tarieven die worden gevraagd voor het gebruik van in dit geval de douches en tarieven voor water en elektriciteit. Dat daar toilet en wasgelegenheid niet is meegenomen, heeft te maken met de inrichting van het gebouwtje. He, op het moment dat u zegt, daar zou je ook wat voor willen heffen, nou ja, dan moet je zulke grote investeringen in het gebouwtje doen, dat tot nog wat kosten leidt. Dan wel je het gebouwtje moet vervangen door een ander gebouw. Heel kort is dit mijn verhaal om u even mee te nemen in datgene wat er voor ligt. Door de insprekers is bijna op elke sheet ook een verhaal gegeven. Ten slotte dachten we dat het goed is om het veld van de schippers aan het woord te laten. Daarbij zijn aangeschoven de heer Nannenberg en meneer Smulders van de vertegenwoordiging van Nederlandse Watersportverbond. Heren. Ja, ik stel voor dat we verder gaan met de presentatie van u, meneer Nannenberg. Aan u het woord. Ja, dank u wel. Fijn dat wij hier aanwezig kunnen zijn als vertegenwoordigers van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond in Groningen en Drenthe. Sylvaas Smulders en mijn naam is Peter Nannenberg. Wij hebben met zeer veel belangstelling natuurlijk geluisterd naar de insprekers en ook naar het voorstel uitvoerig bekeken. En we kunnen constateren dat
zo'n onderwerp als lichtgelden leeft in deze omgeving, uiteraard. Het is van belang voor u als gemeente, maar het is ook van belang voor de toevaarders om te weten waar men aan toe is op het moment dat je een bepaalde route dus afwikkelt. Er is in het afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd op dat punt in dit gebied. De opening van Willem-Alexander, van de koning Willem-Alexander kanaal heeft geleid tot heel veel meer scheepvaartbewegingen. Op dit moment zijn het ongeveer 3000 op jaarbasis. En Stadskanaal profiteert daarvan doordat er 1500 keer wordt overnacht aan de kade hier tegen het centrum aan. En uw gemeente heeft, denken wij, deze route ook zeer aantrekkelijk gemaakt door ook een aantal maatregelen te treffen die, laten we zeggen, het voor de toervaarders nog aantrekkelijker maakt om naar dit gebied te gaan. En met name noem ik dan het afschaffen van de konvooivaart voor het grote gedeelte van het seizoen. Tussen 1 juni en 1 augustus is het vrij bewegen op het Stadskanaal. En daar zijn schippers, laten we zeggen, zeer tevreden over dat er op deze wijze gebeurt. Konvooivaart heeft een grote nadeel, en heeft u ook ongetwijfeld gemerkt, dat er dan nauwelijks meer wordt aangemeerd aan de kade, omdat het konvooi namelijk leiden is voor de route van het schip. Nu dat weg is, leidt het automatisch tot meer aanleggen aan deze kade en tot meer overnachting. En daarvoor ook onze hartelijke dank dat u deze stap heeft gemaakt. Ook op dat punt kunnen er nog meer stappen worden gemaakt, vinden wij, om ervoor te zorgen dat er veel meer scheepvaartbewegingen komen in dit gebied. Hoge Zandsappermeer hanteert nog het konvooivaart. En dan zou wellicht overwegen zijn om nog eens te gaan kijken in samenwerking met Hoge Zand of die ook om een andere fase op dit punt kunnen werken. Over lichtplaatsentarieven wordt in heel Nederland uitvoerig gediscussieerd en becommentarieerd en er wordt heel divers over mee omgegaan. In Friesland is het zo dat er heel veel lichtplaatsen zijn waar geen lichtgeld wordt gegeven. De Marekrieten regelt dat. In overleg trouwens ook met ondernemers wordt op deze wijze het toervaren gestimuleerd in dat gebied. Het is dan ook niet meer zo dat als je veel lichtplaatsen hebt zonder tarief, dat betekent dat commerciële bedrijven daardoor minder hoeven te ontwikkelen. Beslist niet. Meer scheepvaartverkeer betekent ook meer mogelijkheden voor jachthavens om, laten we zeggen, het mee te doen aan de beleving en de sfeer van het toevaren, om ook bij hen binnen te komen. Wij hebben het idee dat toevaarders uiteraard graag willen betalen voor de, ik noem maar even, de producten die men krijgt aan de wal. Voor stroom en voor douches en voor afval enzovoort en voor water. Het moet uiteraard betaald worden. Geen enkel probleem. En dat de tarieven dan redelijk zijn, dat vinden wij ook belangrijk. Voor lichtplaatsen geldt dat volgens ons in veel mindere mate. Je zou ervoor moeten zorgen dat de lichtplaatsen zoveel mogelijk het karakter hebben van het vrije bewegen. Je kunt er liggen, weinig betalen, geen gedoe verder aan boord. Laat de producten financieren, lichtplaatsen niet. En gelukkig heeft nu de route tussen Meppel en Groningen het imago van een laagdrempelige route te zijn met weinig kosten. Laten we dat alsjeblieft zo houden. Want in een krimpende markt van toervaarders is het van belang om ze te houden. Dat is goed voor het hele gebied. Dat is goed voor Stadskanaal. En u, als u besluit om geen lichtplaatstarieven te hanteren hier aan de kade van Stadskanaal, doet u mee aan dat imago. En dat hechten wij zeer aan. Er is denk ik nog heel veel te doen om voor de toervaart in dit gebied te versterken. Samenwerking met Groningen en Drenthe is denk ik op zijn plaats. Drenthe geeft een prachtig boek uit. Ik denk dat Groningen daar nog veel meer aan mee kan werken om ook hun situatie daar neer te zetten. Dat geldt zeker ook, heb ik al gezegd, voor de ontwikkeling met Hoge Zandsappermeer enzovoort, om te kijken of nog stappen kunnen ondernomen om de konvooivaart daar te laten op te heffen. Dit is even in mijn bijdrage. Servaas, jij wil misschien nog iets zeggen over de specifieke situatie hier in het Stadskanaal, want jij woont in deze omgeving, weet er veel meer van. Maar in zijn algemeenheid hechten wij aan het voorstel, dat voel je wel,
van het college met betrekking tot een lichtplaattarief was aan deze kade op nul is, maar wel een tarief voor de diensten en producten die worden afgenomen. Ja, dankjewel voorzitter en ook voor deze gelegenheid. Wilt u de microfoon uitdoen? Geregeld. Nou, het aardige wat collega Nannenberg vertelt. Ik woon inderdaad op dit moment in Sellingen, maar 40 jaar geleden woonde ik in Stadskanaal. En toen we even voor deze vergadering even bij elkaar zaten, toen kwam ik even terug. Het is dus eigenlijk in rond 1979 begonnen dat we hier de gemeentebesturen zeiden van de vaarrecreatie biedt gewoon werkgelegenheid. En ik mocht toen als journalist bij de Winschoter allerlei verhalen over schrijven. Een kritisch verhaal over de feestweek van de handelsvereniging in Stadskanaal leverde mij op de opdracht met Wijlen Tim Kuik, oud-directeur van Geert Thijs, van Servaas en Tim, jullie regelen volgend jaar onze feestweek. En daar hadden we toen een hele prachtige titel voor bedacht. Stadskanaal, Klein Venetië in Oost-Groningen. En toen stond in die volgende feestweek het Stadskanaal centraal in deze gemeenschap. En dat ging dus helemaal hartstikke goed. En dan heb ik eigenlijk niet zo gek veel meer toe te voegen aan wat mijn collega Nannenberg al vertelde. Waar het eigenlijk om te doen is, en dat geef ik uw raad dan toch even mee en over de hoofden van uw raadsleden, de vertegenwoordigers van de handelsverenigingen die buiten op de tribune zitten. Ik zou hen willen aanbevelen om eens te gaan kijken naar de coöperatie Veenvaart. Die is ontstaan 3 jaar geleden langs het nieuw gegraven kanaal van koning Willem-Alexander. Daar hebben de handelsverenigingen de handen in elkaar geslagen. En daar hebben ze een zodanig geregeld in een geweldig samenwerkingsverband is. Alle concurrentie is daar weggehaald. Er wordt gekeken naar wanneer hebben jullie je feest? Dan hebben wij het. Ja, dat staat bij ons in het weekend ook gepland. Nou, het is geregeld dat dat allemaal uit elkaar gehaald is. En het loopt daar als een trein. Met als gevolg dat het inderdaad een aantal vaarrecreanten aantrekt. En wat men dan tevens ook scoort, is dat die vaarrecreant, omdat hij het daar zo gezellig heeft, gewoon langer blijft. En ik denk dat we dat eigenlijk allemaal zouden moeten beogen. Van we moeten proberen die vaarrecreant hier te houden. Wat collega Peter Nannenberg al zei, de toervaart is aan het vergrijzen. Dat betekent, die mensen die nemen af. We krijgen een nieuwe generatie toervaarders. Die heeft ook andere wensen voor langs de wal. Die gaat ook eerder waarschijnlijk gewoon ergens eten bij een restaurant. Maar die heeft ook andere attracties nodig. Dus daar kun je allemaal aan gaan denken. En als je dan centraal stelt de werkgelegenheid die dat oplevert en dus de revenue, het maakt de streek aantrekkelijker. En ik denk dus dat dat heel erg belangrijk is. Of belangrijker dan de grote verdeeldheid die ik hier vanavond helaas gezien heb. Dus ik hoop dat jullie in jullie besluitvorming ook met name naar die aspecten, want dat staat in het bestuursakkoord wat wij met heel veel plezier gelezen hebben. Werkgelegenheid, het kanaal kan het nu opleveren. Dank je wel. Dank u wel, meneer Smulders. Goed, dan kunnen we denk ik verder gaan overgaan tot het bespreken van dit stuk waarin het openerend op de agenda staat. Wie wil daar graag het woord over voeren? Voorzitter, ik heb eerst nog wel twee vragen die ik nog even bewaard heb. Ten eerste even aan de schippers Smulders en Nannenberg. Zijn er meer mensen die een verhelderende vraag willen stellen? Ja, ik heb ook nog een paar vragen. Als u daarop wilt reageren, dan wil ik u daar uiteraard de kans voor geven. Maar dat wou u dan niet betrekken bij u. Besluit voor, of bij het openerende stuk wat voor ons ligt. Nee, oké, prima. Meneer Irma. Ja, aan de heer Nannenberg en Smulders. Kent u het stuk van Dagblad van het Noorden, gepubliceerd op 21 december 2015, over Drenthe, dat de pleziervaart afgelopen moet zijn met de gratis faciliteiten?
De datum klopt waarschijnlijk niet, want die moet nog komen, die je noemde. September. Oh, oktober? Nee, december. December. Hij wil zo graag weer, weet je wat. 21 september 2015, zeer recent. En die schrijft op dat in Drenthe afgelopen moet zijn met de gratis faciliteiten voor bootvaders. Kent u dat stuk? Het stuk is bekend. Oké. Okay. Nee. Nou, daar staat een tegenstelling op wat u zegt. Dat mag. Ja. Meneer Pals, D66. Ja, ik heb nog even een vraag. U heeft als vereniging heeft u meegewerkt aan, aan het waterrecreatieadvies en BV in januari 2015. Waar u met gezamenlijke verenigingen en mensenbelanghebbenden een heel indrukwekkend rapport heeft geschreven over de vaarrecreatie. En dat was ook al eerder mijn inbreng in dat vorige discussie toen wij begonnen over de vaarrecreatie. En u heeft daar wat aangetipt. Maar goed, het is wel zo dat wij een dat het zorgwekkend is dat het percentage schippers onder de 40 is gedaald van 28% naar 7%. Jonger dan 30 jaar zelfs van 10 naar 2%. Dus de vaarrecreatie aan zich zou je niet echt een grote toekomst kunnen toedichten. Want de jongelui hebben daar gewoon geen zin meer in om op die manier te recreëren. Men wil nog wel recreëren, maar dat is een dag een bootje huren en dan erop uit met gezin of met een sloep. De cijfers worden nog erger dat 44% van de watersporters is ouder dan 60 jaar. En ze gaan toch tussen nu en een 10 jaar gaan ze gewoon stoppen met het varen. Dus ik zie niet zozeer in, want u heeft echt een hele mooie visie over werkgelegenheid en over onze toekomst, over het waterrecreatie. Maar het strookt niet helemaal, vind ik, met dat rapport waar u gezamenlijk aan mee heeft gewerkt aan Recreatieadvies BV het afgelopen voorjaar. Dat is mijn eerste vraag. Ten tweede kent u natuurlijk ook het geheim van Loosdrecht. En dat is een heel indrukwekkend rapport geweest in de omgeving Loosdrecht. Waarin nogal schrikbarende cijfers naar voren gekomen zijn. Hoe vaarrecreatie een gebied kan bedreigen. Ten aanzien van jachthavens, ten aanzien van aanlegstijgers en dat soort dingen. Misschien kent u het rapport, geheim van Loosdrecht. En mijn vraag is, hoe strookt dat met uw opmerkingen van die positieve insteek van werkgelegenheid, meer vaarrecreatie en dat soort dingen. Dank u wel, meneer Pals. U mag daar direct op reageren. Ja, dank u wel, meneer Pals. U heeft gelijk. De vaarrecreatie veroudert, laten we dat woord er maar gebruiken. En die getallen die kloppen ook. Het onderzoek wijst er ook uit. Dat is natuurlijk, vinden wij als organisatie, ook best, laten we zeggen, zorgelijk. Ik denk dat er ook andere kansen geeft. We weten allemaal dat, denk ik ook, dat het bezit als het ware leidend wordt voor een iemand die van watersport houdt. Maar vaak de activiteit wel leidend is. En dat geeft, denken wij, heel veel kansen voor bootverhuurbedrijven. Die proberen om, laten we zeggen, de activiteit wel in stand te houden. Wel mensen de gelegenheid te geven om een boot te huren. Maar dat het bezit ervan dan niet meer noodzakelijk is. En die omslag, denken wij, gaat ook in de komende periode versneld optreden. En dat biedt, denk ik, ook weer kansen voor deze regio om op dat terrein gewoon effectief te kunnen zijn. Dank u wel. Geheim van Loosdrecht? U bedoelt. Ja. Laten we zeggen hoe vaarrecreatie storend kan zijn in een natuurlijke omgeving, dat bedoelt u? Ja, nou, dat kan. U ziet het in Loosdrecht, ziet het ook tevoorschijn komen. De ene jachthaven naar de andere is gekomen. En je kunt nauwelijks meer fatsoenlijk bij de wallenkant komen om met van het water te genieten. Klopt. Maar ik heb niet het idee dat dit gebied aan dat probleem leidt of zal gaan leiden. Dank u wel. Meneer Hofstra, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Enkele vragen richting meneer Schwarzenberg en ook enkele vragen richting de heren Nannenberg en Smulders. Laat ik maar met de laatste twee beginnen, want die zijn nog in de zaal aanwezig. U toverde daar zo net een mooie brochure tevoorschijn, ik geloof van de provincie Drenthe. Nou is die brochure ons ook bekend. En inderdaad, grenzeloos varen door Drenthe. En mijn vraag is dan, u bent vast bekend met de situatie hier. Hoe beoordeelt u de populariteit, of beter gezegd de promotie van het spoordok in Musselknal? Want we hebben diezelfde brochure en daar staat hij niet in. Misschien even vooruit meneer Smulders, die gaat even zeggen over dat spoordok, maar even in zijn algemeenheid. Ik denk dat het de moeite waard is, zeer de moeite waard is, om samenwerking te zoeken vanuit de provincie Groningen met de provincie Drenthe, om wat hier ligt, en wellicht ook digitaal, zullen we dat ook moeten vertalen, hoort er dan bij, om dat voor de toervaart in dit gebied beschikbaar te stellen, waarbij ook alle mogelijkheden die Groningen biedt, om die hierin te plaatsen. Heel veel dingen staan er al in, maar het verdient een uitbreiding. En wij weten gewoon dat boten krijgen dit bij de sluis gratis uitgereikt. De provincie Drenthe besteedt er heel veel geld en energie aan. Ik vind dat fantastisch dat ze dit doen. En dan zou het mooi zijn wanneer de provincie Groningen aan dit project gewoon voor de volle 100% meedoet. En u kunt waarschijnlijk vanuit Stadskanaal daar ook een bijdrage aan leveren. Het hoeft niet in de financiële zin, maar wel in fysieke zin, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat is helder. Dus u zegt eigenlijk, dat kan wel beter. Wij hebben natuurlijk dat boekje zelf inderdaad ook. En overigens staat de provincie Groningen ook in het colofon. Dus die is erbij betrokken. En om een van de redenen staat het er dan toch niet in. Dat verbaast ons. Maar goed, dat, zoals gezegd, dat kan beter. Vraag aan de heer Schwarzenberg. We hebben natuurlijk hier in het centrum van Stadskanaal voorzieningen waarvoor betaald moet worden. Kunt u ook aangeven hoeveel we nu ongeveer innen aan die voorzieningen? Dus dan wil zeggen hoeveel euro wij verdienen aan stroom, water, douche, dat soort dingen. Want dat is misschien wel handig om dat te vergelijken met spoordok. Daarnaast... We hebben het gehad over kosten van innen ongeveer 5600 euro hè, via de WDK. Geschatte opbrengst 5 euro per overnachting is dan 7500. Zou dan 1900 euro op kunnen leveren. Toen ik dat las schrok ik wel een beetje. Want inderdaad, zoals u al zei, de kans bestaat dat het aantal vaarbewegingen minder wordt. Het aantal overnachtingen minder wordt. Dus het zou ook kunnen dat er geld bij moet. Uiteindelijk, dat het heffen van lichtgeld duurder is dan het bruto opbrengst ervan. Hoe schat u die kans in? Heeft u misschien inzicht in andere gemeenten waar eerst het gratis was en waar later lichtgeld is ingevoerd? Dat zou misschien meneer Nannenberg of meneer Smulders ook kunnen beantwoorden. En met hoeveel procent de overnachtingen daar dan zijn afgenomen? Want als wij 1/5 achteruit gaan, dan zitten we volgens mij al op verlies. En dat kunnen we volgens mij... absoluut niet hebben. Dank u wel. Ja, wie zal ik nou het woord geven? Mevrouw Brongers mag eerst. Ja, de vraag is niet aan mij gesteld, maar ik voel me wel een beetje uitgedaagd om deze te beantwoorden. Inderdaad ziet het er naar uit en er zijn geen harde getallen van, ook niet in vergelijking met andere gemeentes. Maar als lichtgeld wordt gevraagd, zeg maar, en wij hebben het over... wat wij daarin dan zelf moeten investeren. Dus we moeten zorgen dat dat binnen wordt gehaald. En we nemen het uitwijkgedrag mee dat het ons uiteindelijk als gemeente nog meer kost. En als zodanig dan ook niets oplevert. Ik wou eerst even het woord geven aan meneer Smulders. Ja, wij hebben ook. Dat is ook in de presentatie van meneer Schwarzenberg naar voren gekomen. Hè. Als je. Lichtgeld gaat heffen, dan loop je een hele grote kans op uitwijken. Dan zegt die recreatievaarder, ik vaar de steiger gewoon even voorbij en ik sla een eentje verder, paaltje in de grond, touwtje eraan en daar kan ik gratis liggen. Dus zeker in deze tijden, waarbij die vaarrecreatie zich hier echt nog helemaal
goed moet ontwikkelen. Geef die even de kans om te ontwikkelen. Door dus nu voorlopig te zeggen geen lichtgeld. Terwijl er wel voor de voorzieningen, voor de producten wel wordt betaald. En natuurlijk, ik begrijp wel dat er in Musselkanaal nu een beetje met scheve ogen wordt gekeken. En dat zit hier natuurlijk ook in een stukje sentiment. Dat weten we hier in deze zaal ook allemaal. En ik denk dat je daar ook misschien nog wel eens een keer naar zou moeten kijken. En ik heb overigens begrepen dat dat gaat gebeuren. En als je dus dat in een groter samenwerkingsverband gaat doen, dan heb je waarschijnlijk kans dat je deze tak van recreatie eindelijk eens een keer hier verder goed van de grond krijgt, zoals je hem ook hebben wil. Voorzitter. Meneer Hofstra. Ja, ik heb natuurlijk gehoord, ook direct al bij de presentatie, dat het dat de kans groot is dat het afneemt. Maar hebben jullie ook een schatting hoeveel het dan afneemt? Want dat is dan wel van belang bij, of het dan, of dan geld bij moet of niet. Nee, dat hebben wij op dit moment geen inschatting van. Dat is een soort koffiedik kijken. Hè? Van je weet niet precies van ja, wat er dan doorvaart of wat er blijft liggen. Dus daar hebben we geen inschatting van op welk moment je dan wel of niet break-even hebt of minder opbrengst hebt. En ik had nog gevraagd naar de opbrengst van de faciliteiten op dit moment. Is dat ook paraat? Dat is op dit moment niet paraat. Oké, helder. Meneer Mellies. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb even ook een korte vraag aan de heer Nannenberg. Volgens mij noemt u even een heel kort, heel sneaky, een punt aan dat in Friesland plekken waren waar geen lichtgeld werd gevraagd. Maar u zei er wel heel kort bij van, daar heb je de situatie waar ondernemers mee opdraaien voor de kosten. Klopt dat? Of heb ik dat verkeerd verstaan? Nee, zo heb ik dat niet bedoeld. Nee, in Friesland heb je de Mark Krieten, dat is een samenwerkingsverband tussen heel veel publieke organen in een stichting ondergebracht. Hè, en die exploiteren ontzettend veel aandachtplaatsen. Dat loopt van Lemmer tot en met Lauwerszee. En als je in Friesland vaart, je legt aan op de meest mooie plekken. Er is wel één voorwaarde aan verbonden. Die opmerking is ook gemaakt, wil ik ook graag doorgeven. De voorwaarde die daaraan verbonden is dat je er niet langer mag liggen dan 3 dagen. En dan moet je weer weg. Om te voorkomen dat er, laten we zeggen, het gebruik wordt als een vaste ligplaats. Maar voor het overige is het gratis. En ja, ik heb daar nog niemand horen klagen dat het gratis is. Integendeel, er worden alleen maar stijgers worden erbij gebouwd als het enigszins mogelijk is, op dezelfde wijze. Dank u wel. Dank u wel. Mag mevrouw Segers, SP. Ja, jullie hebben het over dat WDK dan geld moet gaan heffen en dat het 5600 euro per jaar kost. Is er al over nagedacht om er gewoon heel doodsimpel een betaalautomaat neer te zetten waar je een bonnetje trekt. Dat hang je achter je raampje. En dan kan er in steekproefgewijze gewoon een parkeerwagen langs om te controleren. Is die optie al bekeken? Want in Duitsland is dat heel gewoon. Daar heb je camper, afstelplaatsen op parkeerterreinen bij centra en plaatsen en zo. Mag je overnachten? Is er een zeegebouwtje bij met een douche? Betaal je gewoon een bedrag voor een paar euro en dan mag je de nacht daar staan. Dank u wel. Ik denk dat dat al meer een vraag is waar we het straks over gaan hebben als we het openierend bespreken. Ik stel ook voor dat we dan daarop terugkomen. Ik wil graag iedere fractie de gelegenheid geven om het woord hierover te voeren. Mevrouw Schreur, dacht ik, van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Het CDA spreekt haar waardering uit over de uitwerking van de motie van 3 november 2014. Die primair verzocht of het mogelijk is tarief te heffen voor de boten in zaak het aanleggen aan de aanlegstijgers in het Stadskanaal. Wij bedanken de sprekers voor hun inbreng en we zullen dit meenemen in het raadsvoorstel. Op basis van de argumenten die gegeven worden, kunnen wij ons vinden in de lijn van het voorstel. We vragen nu wel duidelijk te communiceren dat langs het hele Stadskanaal gratis aangelegd mag worden. Dus ook waar geen aanlegstijgers zijn. Voor het gebruik van de voorzieningen bij de aanlegstijgers zijn de tarieven voor douchen verhoogd en zullen tarieven voor water en stroom gehandhaafd blijven.
Wij ondersteunen dit van harte. Dit in tegenstelling tot de ligplaats aan het spoordok in Muzzelkanaal, waar wel lichtgeld betaald moet worden. Hier is het gebruik van voorzieningen zoals water, stroom en overige faciliteiten inbegrepen. Mocht er ooit een jachthaven in Stadskanaal komen, dan moeten die tarieven daar natuurlijk uniform zijn met de tarieven in Muzzelkanaal en uiteraard op basis van dezelfde faciliteiten. Wij zijn het eens met de stelling dat de vaarrecreatie een belangrijke bijdrage levert aan de economische spin-off voor de horeca en detailhandel en goed is voor de reuring in het centrum van Stadskanaal, maar ook natuurlijk in Muzzelkanaal. En wij zijn het eens dat op deze manier invoering van lichtgeld hier dusdanig veel kosten met zich meebrengt, dat redelijkerwijs afgevraagd mag worden of het wel iets oplevert en hier onevenredig afbreuk aan doet. Tot zover. Dank u, voorzitter. Voorzitter. Dank u wel. Meneer Pals, SP. Sorry, D66. Foutje. Huh? Mijn excuus. Nou, ik kan wel een hele... Ik kan er een hele babbel over maken. Mag ik, voorzitter, ik zou toch het CDA-fractie, mevrouw Schreur, willen vragen. Dat is toen, die motie is toen aangenomen dat we geen lichtgelden, dat we lichtgelden moeten heffen. En dat men het college met een voorstel kwam voor tarivering. En u haalt dat nu als ik het goed heb, haalt u nu, bent u het eens met de tarivering voor de voorzieningen? He, voor het gebruik van water en voor gas, water, licht, wat ik wil zeggen. Maar voor water, ja, en dat soort dingen. En dat er geen lichtgelden hoeven worden te geheven. Ja, okay. Dat is duidelijk een standpunt. Okay. Goed, wie wenst het woord te voeren namens de SP? Mevrouw Segers, aan u het woord. Nee, maar ik heb een vraag gesteld. Dat was uw enige vraag. Prima. Meneer Van der Heijden namens de ChristenUnie. Ja, voor ons ligt het opinierend stuk wat nog in de raad gaat komen, waar wij ook nog op terug gaan komen in de raad. Het is goed te zien dat ons standpunt eind vorig jaar is meegenomen voor wat betreft de verhoging van de tarieven. We zouden ook graag de beantwoording van het college willen horen naar aanleiding van de insprekers. En we wachten die beantwoording even af. Dank u wel, meneer Van der Heijden. Partij van de Arbeid, meneer Hofstra. Dank u wel, voorzitter. Allereerst hartelijk dank aan de insprekers en aan de heren Nannenberg en Smulders en heer Zwartsenburg voor hun aanwezigheid. Ja, het wordt op een gegeven moment een beetje een vreemde discussie. 1900 euro zou het netto opleveren met 1500 overnachtingen, was de berekening, en 500 euro... 5 euro per nacht. De kans bestaat natuurlijk dat dit minder is en dat er zelfs geld bij moet. Lijkt mij ook niet uitgesloten richting toekomst. Ook gezien dat de vaarrecreatie vergrijst. Dat er geld bij zou moeten is wat ons betreft echt uit den boze. En rijst bij ons de vraag, hoe kun je vaarrecreanten toch wat meer laten betalen? Want dat vinden wij op zich redelijk. We vinden eigenlijk dat er een landelijke vaarbelasting zou moeten worden ingevoerd. Vaarwegen kosten ook onderhoud natuurlijk. En andere types recreatie kosten ook geld. Maar goed, daar gaat de gemeente natuurlijk niet over. We hechten er wel aan dat de vaarrecreanten in Muzzelkanaal en Stadskanaal ongeveer gemiddeld evenveel betalen. En wat zou dan wel kunnen? En wat ons betreft zou het wel kunnen om bijvoorbeeld de stroomkosten en of de waterkosten te verhogen. Als wij 1500 overnachtingen hebben en 3 kilowattuur gebruik per nacht, dat getal werd ook in het voorstel genoemd, dan zou een prijsverhoging naar 1,5 euro in plaats van 1 euro al 2250 euro opleveren. Dat is dus al meer dan het instellen van 5 euro lichtgeld. Onzins is dat een goed alternatief. En bovendien wordt zo het probleem van verplaatsing van de aanlegplekken ondervangen, want mensen die bijvoorbeeld duurzaam bezig zijn door een zonnepaneel op hun schip te hebben met een accu, die hoeven dan geen elektriciteit af te nemen. Een vergelijken tussen Stadskanaal en Muzzelkanaal, dat is toch wat boven de markt hangt. En naar ons idee is dat ook de grootste aanleiding voor de discussie over de lichtgeld. Beide situaties zijn anders, maar ook weer vergelijkbaar op bepaalde manieren. In Muzzelkanaal wordt lichtgeld betaald, maar veel minder voor de voorzieningen. Er wordt alleen 0,5 euro voor het water betaald, de rest is gratis, ook sinds kort de wifi.
In Stadsknal worden bij de stijgers geen lichtgeld betaald, maar wordt wel betaald voor de voorzieningen, douchen, elektriciteit en ook water. Gratis liggen in het centrum is dus alleen het geval als mensen zelf elektriciteit opwekken, een douche aan boord hebben en geen water innemen. Dus dat zal ons inziens maar voor heel weinig mensen gelden. Wat naar onze mening een belangrijk punt is, dat de promotie van de lichtplaats in het spoordok beter kan. We noemden het net ook al, hè, in de watersportlectuur, bijvoorbeeld grenzeloos varen door Drenthe, dan wordt dat niet eens genoemd. En dat is toch een mooie faciliteit en dat moet echt anders. Daarnaast vinden wij ook dat de situatie hier in het centrum in de winter, dat hebben we ook al eerder aangekaart, dat wij ons echt ergeren aan boten die daar de hele tijd liggen en dan vaak ook met lelijke overkappingen. Dat willen wij ook dat daar wat aan gedaan kan worden. Tot zover, voorzitter. Ja, dank u wel, meneer Hofstra. Gemeentebelangen, mevrouw Meertens. Dank u wel, voorzitter. Ik ging niet de fout in. Ik dacht misschien meneer Biese of mevrouw Meertens. Dus het ging helemaal goed. Ja, ook namens onze partij dank aan de insprekers en dank voor alle toelichtingen. Wij zijn het eens met de stelling dat de vaarrecreatie een belangrijke bijdrage levert aan ons centrum. En ook de stelling dat invoering van lichtgeld daar een onevenredige afbreuk aan zou kunnen gaan doen, vinden wij aannemelijk. Wat ons betreft heeft de afgelopen zomer laten zien dat de hoeveelheid boten in het kanaal en langs de aanlegstijgers hebben bijgedragen aan een gezellige drukte en aan een mooi zomers gevoel. Iets wat we ons inziens moeten koesteren en bevorderen. We moeten inderdaad voorkomen dat er geld bij moet als je wel lichtgeld gaat heffen. En wat ons betreft nog een punt van aandacht is dat vermeld staat in de bijlage dat het aanleggen van boten waarin niet wordt overnacht en die er voor langere tijd liggen, zoals door u omschreven, waarschijnlijk boten van inwoners. We zouden ons kunnen voorstellen dat deze boten inderdaad op verzoek van de brugwachten worden verplaatst naar plekken buiten de aanlegstijgers, want daar is voor ons inziens voldoende ruimte. En we kunnen ons niet voorstellen dat de eigenaren die hun boot daar slechts geparkeerd hebben, ontvankelijk zijn voor argumenten dat zij daarmee de plek bezet houden van een passant. En we nemen aan dat op advies van de brugwachter verplaatsen dan zal gebeuren. Wellicht kan indien nodig een verwijzing van die aard opgenomen worden in een verordening, mocht die al op deze situatie van toepassing zijn. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Meertens. Mag ik daar wat op zeggen? Volgens mij was dat al geregeld dat mensen uit Stadskanaal niet aan de stijgers mochten liggen in de zomer. Volgens mij hebben we dat al ergens geregeld. Dank u wel. Dat weet ik niet. Meneer Pals, D66. Ja, voorzitter. Voor ons ligt dat voorstel waar het college wel heel lang over nagedacht heeft. Want volgens mij was de motie in oktober al aangenomen en het zou binnen 4 maanden. November. Dus dat geeft een beetje aan dat het toch een heel zwaar stuk is geworden uiteindelijk. Omdat we het er nu pas over gaan hebben. Nou, en dan binnen 4 maanden. Dus u kunt... Wij willen toch graag dat de voorzitter, of dat misschien dat de wethouder misschien een beetje mee kan schrijven. Want in dat stuk wordt gesproken dat vaarrecreatie heel veel reuring brengt in het centrum. En dan zijn we toch eens wat simpele cijfers hebben we dat naast elkaar gezet. En hier komt die. Wij hebben gezegd dat het vaarseizoen duurt van 1 april tot en met eind oktober. Dat is 7 maanden. We hebben 1500 vaarbewegingen per jaar geconstateerd. Op iedere boot zitten er 2 mensen, ga daar maar vanuit. Dan heb je 3000 personen heb je gehad in het centrum van Stadskanaal. En die geven dan volgens het onderzoek 17 euro uit per persoon. Dat is 51.000 euro per vaarseizoen. Ik geloof dat meneer Zwartsenberg dat cijfer ook heeft genoemd. Als je dat deelt door 7 maanden, dan zit je op een bedrag van 72,85 per maand.
En als je dat deelt door 30 winkels die in aanmerking komen voor een toerist. En dat is denk ik, dat kan een restaurant zijn, dat kan een bakker zijn en dat soort dingen. Maar ik bedoel, ik neem een heel klein getalletje. Want het liefst hebben we natuurlijk dat ze bij al onze ondernemers, gaan winkelen. Dan zit je op 243 euro per winkel per maand over 7 maanden. Wat neerkomt op een voorzitter. Bedrag. Wat is er? Nou, met die voorzitter. Meneer Van der Heijden. Dank u wel. Heer Pals, voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Pals. U heeft het over aantal overnachtingen, een hele mooie berekening. Maar volgens mij wordt er gesproken in het stuk over bootovernachtingen. Dat zijn 1500 stuks. Ja. Er wordt nog niet gesproken over mensen die daar ook aanleggen. Dus vaarbewegingen. Volgens mij maakt u dan een foutieve berekening. Dat is meer hetzelfde. In het stuk wordt 17 euro... wat men uitgeeft per persoon voor de vaarrecreant. Ja, per overnachting. Ja, u begrijpt mijn vraag veel, denk ik niet. Het is niet veel, in ieder geval, die 17 euro. Dat bent u met me eens. Nee, ik heb het niet over de kosten. Ik heb het over het aantal vaarbewegingen. U doet een berekening op het aantal van 1500 bootovernachtingen. Ja. Maar dat zijn natuurlijk nog veel meer mensen die aanleggen en bezoeken en bestedingen. Ja. Nou, laten we het hopen. Laten we het hopen. Maar ik ga uit van hetzelfde stuk wat de wethouder schrijft. En die heeft het over 1500 bootovernachtingen in het centrum van Stadskanaal. Dat zijn juist de mensen die misschien van boord gaan en die consumeren en die kopen. Hè? Maar goed, u interpreteert me even. Want dat zou dan neerkomen, als je het even over in geld uitrekent... dat er voor 60,75 euro per week hier wordt uitgegeven door vaarrecreanten. Als je het even uitsmeert over 7 maanden. Nou ja, dat is natuurlijk in feite een beetje een illusiepolitiek. Want 60,75 euro, dan vind ik niet veel in ieder geval voor zulke dure stijgers die we hebben aangelegd. Als je even naar de bezoekersaantal kijkt, die 3000 personen, als je dat deelt door die 28 weken... dan heb je 107 bezoekers per week. En als je dat deelt door 7, omdat we gelukkig 7 dagen in de week mogen varen. Dan hebben we, dan hebben we te maken met 15 bezoekers per dag. Ja, excusez-le-mo, maar als de wethouder dat vindt dat dat reurig in het centrum brengt. Dan denk ik dat wij een voorziening als het hotel wat we hier in het centrum van Stadskanaal hebben. Dat veel meer reurig veroorzaakt dan die paar boten die dan dan het getal die hier wordt genoemd. Ons ander punt is dat die 17 euro die wordt genoemd, daar zit alles in. Dus dat kan nooit een grote uitgave zijn. Wij vragen ons dan ook af, dus wij vinden dat helemaal geen reurig. Dus wij vinden dat daarom ook gewoon betaald moet worden voor de voorziening. Waar u aan voorbij gaat, is nog even wat de insprekers hebben gezegd. Als ik meneer Dunn zijn bijdrage hoor, ja, dan is dat denk ik wel een hele ernstige waarschuwing naar het college en naar de wethouder. Want die heeft het al duidelijk over de WMO, hè, de wet dat je niet de mededingingswet. En ik roep de wethouder toch op om daar toch eens even ernstig naar te kijken of dat ook geldt voor deze situatie. Want als dat zo is, dan hebben we denk ik een heel ander probleem. Meneer Elling spreekt van onrecht, en dat is dan de voorzitter van de winkeliersvereniging. En die spreekt zelfs van onrecht ten opzichte van Musselkanaal. Ik vind wel dat de wethouder moet proberen om dat gevoel en daar een rechtvaardigheidsgevoel voor terug moet brengen. Want ik vind dat nogal ernstig verwijten. En je kunt het toch niet hebben, en eigenlijk voel ik wel een beetje met de voorzitter mee, dat je ergens wel moet betalen en ergens niet moet betalen. Ik bedoel, je kunt dat kinderzinnen noemen, denk ik, van het ene centrum en het andere centrum. Maar meneer Elling sluit wel met een heel belangrijk argument af. En die zegt, we moeten hier een gezamenlijkheid optrekken. En dan denk ik ook dat het geldt voor dit soort dossiers die hier gelden. En dat geldt hetzelfde wat meneer Schoonmaker heeft gezegd. Die heeft het over dezelfde ongelijkheid. Voor meneer Roel van der Molen zou ik willen zeggen, die komt op voor centrumwinkeliers. Nou, ik heb net een cijfer gegeven dat heel weinig is wat reuring betreft. En ik zou me dan willen oproepen dat wij nog meer gebruik maken van de vaarrecreatie. Dat we ook eens wat organiseren. Ik bedoel, als ik zomers hier op het terras zit, langs het kanaal, ik kan er geen koffie kopen, ik kan er geen ijsje kopen, helemaal niets. En in die zin denk ik, dat zou voor de ondernemers uitdagender moeten worden. Tot zover mijn bijdrage.
Dank u, meneer Pels. Meneer Mellis, fractie Mellis. Ja, dank u wel, voorzitter. Wel of geen lichtgeld heffen in het centrum van Stadskanaal is de hamvraag vanavond. Het college meent goede argumenten te hebben om geen lichtgeld te heffen in het centrum van Stadskanaal. Mijn fractie deelt die mening niet. We zijn het wel eens met de stelling dat de vaarrecreatie een belangrijke bijdrage levert aan de economische spin-off voor de horeca en detailhandel. En ook goed is voor de reuring in het centrum van Stadskanaal. Maar we geloven dus niet dat de invoering van lichtgeld daar afbreuk aan doet. Wij vinden het dan ook billijk om ook in het centrum van Stadskanaal lichtgeld te heffen. En we sluiten ons daarbij graag aan bij de ingediende motie van de SP van 3 november 2014. Wel willen we ervoor pleiten om zowel voor het spoordok in Muskanaal als in het centrum van Stadskanaal exact dezelfde tarieven te hanteren. Het college stelt dat zij het gerechtvaardigd vinden om het spoordok wel een lichtgeld te heffen, omdat ze vinden dat het een volwaardige jachthaven is. Nou, ik noem het spoordok geen volwaardig jachthaven en dat zal het ook niet worden zolang de gemeente het bestuurt. Nee, dat is een beetje flauw misschien, maar het is namelijk zo dat een jachthaven in mijn opinie is ook een plek waar je je boot stalt over de winter. Waar je bootje de kan op kunt trekken en gezellig met je maten dan kunt schuren en kan verven. En ook nog eens een keer even een satéetje pakken in het clubgebouw. Dat is het dus niet en dat zal het ook niet worden. Dus ja, het blijft gewoon een passantenhaven. In die zin is het gewoon gelijkwaardig met de aanlegstijgers hier in het Stadskanaal. Voor wat betreft het uitwijkgedrag, daar zijn we niet bang voor. Maar om eventueel uitwijkgedrag aan de hoofdkade tegen te gaan, zou een aanlegverbod aan de uitlopers van de stijgers een mogelijkheid zijn. Voorzitter, voor zover mijn bijdrage. Dank u wel, meneer Mellis. Mevrouw Meertens, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, mag ik nog een vraag stellen ook aan de wethouder? Want dat is mijzelf niet helemaal duidelijk. Mogen schepen aan het kanaal, in Musselkanaal, ook gewoon vrij aanleggen? Het hele Stadskanaal, dus ook het deel van Musselkanaal, is vrij om aan te leggen. Meneer Van der Heijden, u vroeg zo pas om een reactie van het college. Waar wilt u precies reactie op? Ik heb gezegd dat ik verwacht. Ik weet niet of de heer Mellis het aan boord wil. Oh. Oké. Okay. Ik sprak de verwachting uit dat ik verwacht dat het college antwoord gaat geven op de gestelde vragen door de insprekers. Dat ik die okay. vragen afwacht. Helder. Of de antwoorden in elk geval. Goed. Ik zit. Wou u eerst een reactie gegeven, mevrouw Brongers, of zegt u van laten we even helder hebben wat de reacties zijn van de diverse partijen op de gestelde vragen. De vragen onder punt 5, 1 en 2. Want volgens mij heeft niet iedere fractie die duidelijk beantwoord. Maar misschien wilt u eerst een reactie geven, dat we daarna nog even terugklappen bij de raadsleden. Ik wil wel eerste termijn wel even reageren. Prima, ga uw gang. Doe ik dat maar even vanaf deze plaats. Een heel aantal opmerkingen en reacties voorbijgekomen op het collegevoorstel, zoals die voor ligt, ter opiniering van uw raad. Een aantal noemden al, doe de microfoon nog? Ja. Ja, oké. Of in ieder geval. Het een en ander is lang onderweg geweest. Wij hebben getracht met dit voorstel serieus te kijken naar het uitvoering geven aan de motie zoals die is ingediend vorig jaar. En nogmaals, dat heeft wel wat teweeg gebracht. In ieder geval, dat heeft ons ook wat voor dilemma's gezet. En om te zien van hoe kijken wij daar nou naar. Nou, die hebben we in de presentatie weergegeven.
De insprekers hebben wij gehoord, voor's en tegens. Zoals ook de leden van de Watersportbond. En ik zal proberen in te gaan op enige opmerkingen van de diverse fracties. In onwillekeurige volgorde. Er is gezegd van houd rekening met de communicatie. Ook een andere partij heeft gezegd besteed nu aandacht aan een goede PR. Dat is belangrijk voor het bevorderen van onze vaarrecreatie. Ik zou willen zeggen eens. En dat heeft ook de aandacht nodig in samenwerking met andere partijen, buurtgemeentes, maar ook de provincie. Hebben wij gekeken naar het instellen eventueel van een betaalautomaat in plaats van eventueel het innen van lichtgelden door WDK? Voor zover mij bekend hebben wij daar niet naar gekeken. Mede ook omdat wij het werkvoorzieningschap van de WDK in die zin belangrijk vinden. En waar kan, is nu niet aan de orde omdat het ons voorstel niet is, maar hebben wij verder geen onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden. Zou u dat alsnog willen doen? Ik zou zeggen dat is even afhankelijk van wat er vanavond hier uitkomt. Maar als wij geen lichtgeld innen, hoeven wij ook niet dat te regelen dat dat wordt geïnd. Dus dan is dat niet aan de orde. Wij beslissen toch vanavond niet? Nee, ik bedoel de grote gemeende delen van u als raad. Meneer Pals. Voorzitter. Ik vind het toch een beetje een rare opmerking van de wethouder eerlijk gezegd. Dat u maar naar één partij kijkt. Ik bedoel, het is toch heel simpel om denk ik toch ook eens bij te kijken van wat moderne apparatuur kan brengen om die kosten naar beneden te krijgen. Maar nu haalt in feite WDK en de prijs die ze daarvoor vragen, die haalt in feite het voorstel een beetje onderuit. En dan denk ik van, dan had u zelf toch ook op uw bureau kunnen zien van nou, dat wordt wel aardig duur. Kunnen we ze nog wel eens een alternatief gaan bekijken? Wat mij betreft is dat wat te kort door de bocht en ook een ieder wat. Wij hebben de ervaring en dat heeft onderzoek ook uitgewezen. En dat hebben we ook gekeken naar het vervangen van douches en de betaalmiddelen aan deuren. Investeren in betaalautomaten, daar hangt ook een prijskaartje aan, evenzo goed. Dat ben ik helemaal met u eens, dat daar een prijskaartje aan hangt. Maar had dat prijskaartje dan even genoemd, dan wisten we waar we over moesten beslissen. Gaat u verder met vragen, jongens. Ja. Maar misschien kunt u dan de betaalautomaat voor, wat was het, de douche weglaten en gewoon lichtgeld heffen. En dan is het inclusief. Voorzitter? Ja, mag ik verder antwoorden? Ja. Laat ik nog even de kader schetsen van dit voorstel. Wij hebben uitvoering gegeven aan de motie, in ieder geval op twee onderdelen, door dit voorstel zo neer te leggen zoals die er ligt. Daar mag u als raad op reageren en ermee eens zijn, dan wel niet mee eens zijn. Eén moment, meneer Riedema. Wat hier speelt in deze discussie is dat er wellicht nog meer alternatieven zijn. Overige voorzieningen zouden wij kunnen bedenken. Hier gaat het alleen op het principebesluit, opinierend aan u als raad, wel of geen lichtgeld heffen in Stadskanaal. En dat wilde ik nog even benadrukken, ja. Meneer Iderma, SP. Ik heb de motie hier voor me liggen en u zegt nu weer anders. Om binnen 4 maanden met een voorstel te komen om te heffen van lichtgeld bij de Urenbrug Stadskanaal. Dat is de motie. En u zegt nu van uitvoering geef aan de motie en dat betekent nu heel wat anders wat u zegt. Laat ik dan even teruggaan naar de presentatie. Wij zijn begonnen met feiten en overwegingen. De eerste 2 aandachtstreepjes in de motie zijn te benoemen als feiten. En de 3e en 4e aandachtstreepje zijn te bezien als overwegingen. En dat is ook precies
het dilemma waar het college mee geworsteld heeft om die motie zo te lezen en in relatie voor datgene wat wij in ons bestuursakkoord hebben vastgesteld. Daar een weg in zoeken om daar goede invulling aan te geven. Voorzitter, ik ben het er niet mee eens. Dat is helder. Ja, ja. Maar ik kan het ook, zo hebben we er echt serieus naar gekeken. En vandaar ook de termijn die dat met zich meegebracht heeft. Wij zijn nu gekomen met onderbouwingen, met argumenten. Daar kunt u het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Met cijfers en getallen, wat het betekent. Wat het effect zal zijn van het heffen van in- en van lichtgeld. En wat de effecten zijn als wij geen lichtgeld hebben. En mooier kan ik het niet maken. Ja, voorzitter. En ik begrijp de gevoelens, maar die zijn ook al eerder aan de orde geweest. Meneer Mellies, fractie Mellies. Ja, wat moet ik even van het hart moet. Als je de voorzieningen laagdrempelig houdt en dus geen lichtgeld vraagt en het gewoon goedkoop houdt. Ja, natuurlijk komen daar mensen op af. Als ik een camping bestuur en alle lichtplaatsen of staanplaatsen zijn gratis. Ja, ongetwijfeld zal ik er een hele hoop mensen mee trekken. Maar willen we dat wel? Ik bedoel, dat publiek wat niet veel wil betalen voor een overnachting. Nee, maar goed, ik bedoel te zeggen, het is toch heel normaal dat als je gebruik maakt van een voorziening, je ligt aan of je staat met een caravan ergens, dat daar iets tegenover staat. Helder. En Ter Apel, die bedoel, de meneer die insprak, die heeft ook een passant of een haven en die vraagt daar ook geld voor. En ook de steiger in Ter Apel wordt door diezelfde meneer, wordt lichtgeld gevraagd. En ja, wat is daar nou zo raar aan? Ik bedoel, ik vind het heel normaal als ik op vakantie ga en ik ga ergens liggen of staan met mijn caravan, dat ik daar voor betaal. Helder. In het centrum van Stadskanaal wordt betaald voor de voorzieningen, in die zin voor de waar gebruik van gemaakt wordt. Of als iemand gaat douchen, hè, we hebben dat, dat staat in het voorstel. Het lichtgeld promoten wij om dat gratis te laten zijn. En dat geldt voor het hele Stadskanaal, voor het hele gebied in Musselkanaal. Vergelijkingen met overige gemeentes hebben wij ook gemaakt en in die zin wijken wij niet zo ver af met ons voorstel. Er zijn verschillen, uiteraard, en die zullen vanuit andere gemeenten ook met redenen omkleed gemaakt zijn, maar daar staan wij hier nu niet voor. Voorzitter. Stel ik. Meneer Idema, SP. Toen wij de motie hebben ingediend en de meerderheid hebben gekregen, was dit een zeer principiële zaak voor ons. Zeer principieel. Want hoe je het ook bent of keert, mensen met bootjes zijn geen armoedzaaiers. Want straks gaan ze niet douchen, omdat het te duur kost. Nou ja, ik bedoel maar. Van, wij hebben dat ingediend omdat toen de tijd die steiger er moest komen. En die steiger is er gekomen en toen hebben wij gezegd, aan het einde van die vergadering, wij dienen een motie in. Om in ieder geval een beetje tegemoet te komen aan het gevoel. Dank u wel. Ik probeer het gevoel te begrijpen. Ik snap het ook. Aan de andere kant is het ook lastig om op basis van gevoelens bestuurlijke keuzes voor te leggen. Dat gaat niet samen. We hebben vanavond ook gehoord het vergelijk Stadskanaal en Musselkanaal. Van de insprekers min of meer wordt gezegd van wat Stadskanaal heeft of kan, dat zou in Musselkanaal van hetzelfde moeten zijn. Ik kan zeggen, we zouden moeten streven naar gelijke monniken, gelijke kappen. Dat kunnen we ook doen in relatie met andere gemeentes. Wat de heer Melly zegt, hè? In Ter Apel gebeurt het ook, waarom kan het hier niet? Het zijn niet altijd gelijke monniken en dus ook niet altijd gelijke kappen. Situaties zijn niet altijd hetzelfde en dus zijn
lichtgelden het vragen van vergoedingen ook niet overal hetzelfde. Dat kan ik niet bewerkstelligen. Wat wij wel willen, en dan maak ik het even heel algemeen, onze burgers hebben dezelfde rechten en plichten in onze gemeente in die zin. Maar hier gaat het over een specifiek toeristisch voorbeeld. Voorzitter. Die wij koppelen aan werkgelegenheid. Ja. Meneer Pools, CDA. Die discussie zo een beetje volgende en horende. Het ging hier natuurlijk om een motie. Om te komen om onderzoek te doen naar heffing van lichtgeld in het Stadskanaal. Maar we moeten ons volgens mij wel in realiseren dat gewoon in heel Stadskanaal iedereen overal kan liggen. Overal kan men gratis aanleggen. Laten we er nou alles aan doen om die 17 euro in ieder geval hier in het centrum van het Stadskanaal uitgegeven te hebben. En dat ze niet een buurman aan de Oosterkade aanleggen en helemaal niks uitgeven. Dat van die 17 euro nul overblijft. Dat aan de ene kant. Voorzitter. En aan de andere kant hebben we natuurlijk gezegd, laat het wel. Laten we kijken of het geld kan opleveren. En nu ontstaat er een situatie dat het wellicht dat tarief heffen wellicht geld kost. Maar dat moet toch in het begin al helemaal niet de bedoeling zijn. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant, want ja, als het wat kan opleveren, zou dat wel heel fijn zijn. Want we hebben dat geld gewoon hard nodig. En als je dat dan een beetje zo beluistert, ja, die voorzieningen. Kunnen we daar dan wellicht iets, kan die een kwartje, twee kwartje, want dat kan dan wel. Want dat die mensen moeten betalen voor zaken, ja, dat staat toch buiten kijf. En als ze dan toch aanleggen, dan kunnen ze misschien toch wel wat meer voor die voorziening. En kan daar dan nog eens naar worden gekeken? Want daar zit wel wat rek in volgens mij. Voorzitter. Meneer Idema, SP. Mag ik de vraag stellen naar meneer Boels? Het maakt er niet uit waar zo'n bootrecreant zijn geld uitgeeft. Of het nou op Muzzenkanaal is of bij de bakker die toevallig aan het kanaal woont. Dat maakt er niet uit. Ik zeg het niet, maar kijk, als hij de Stadskanaal begint al heel ver weg. Als we het hier een tarief gaan heffen en dat hij dan daar ergens anders aan het kanaal gaat liggen waar helemaal niks uitgegeven kan worden, ja, dan zou het wel fijn zijn dat men hier gaat aanleggen. Meneer Boels, er zijn weinig plekken waar je aan kunt leggen waar je niks kunt kopen. Nou, voel ik me toch heel erg aangesproken, voorzitter. Moment, meneer Maarsing. Oh. Eerst was meneer Hofstra nog. Oh ja. Ja, even kort, voorzitter. Ik heb hier een paar keer ook het woord samenwerken gehoord. Volgens mij zit hem daar ook de mogelijkheid om de gehele situatie te verbeteren. Wij zijn hier één Stadskanaal van Bareveld tot aan Ter Apel, dus zet daarop in. Daarnaast inderdaad de voorzieningen, maar dat hebben wij al gezegd, van verhoog de elektriciteit met 50 cent en je hebt 2250 te pakken. Dus wat dat betreft ondersteuning voor wat de heer Boel zegt. Meneer Maarsi, CDA. Nou, voorzitter, ik wil eigenlijk zeggen dat je aan de Oosterkade, daar staat wel een hele grote broodfabriek, maar daar kun je dus aan de hele Oosterkade, gelukkig ook WDK. En wat een beetje onderbelicht is gebleven, als je natuurlijk iemand van WDK werk geeft, al levert het ook weinig op, dan geef je toch weer iemand werk, maar ik bemoei me daar even niet mee. Maar, nou ja, aan de Oosterkade kun je niks kopen. Kijk, maar ik denk dat wij in een hele moeilijke discussie belanden. Kijk, je kunt voorstander geweest zijn van het heffen van lichtgeld. En als je dan de uitkomsten ziet van de mogelijkheden, dan moet je je goed bezinnen waar je aan begint. Want als het inderdaad net zoveel kost en misschien wel meer dan dat het oplevert, of je hebt daar geen zekerheden over, toch vinden sommige partijen dat ze onrechtvaardig worden behandeld. En dan denk ik dat wij verstandig moeten zijn en dat wij het moeten zoeken in die rechtvaardigheid, dat gevoel, en dat kan ook. En misschien is dat voortschrijdend inzicht dan toch wel dat je de voorzieningen wat duurder maakt, wat hoger, wat duurder maakt, zodat dat toch weer beter vergelijkbaar is. En dat je na een jaar gewoon eens even kijkt hoe je dat nou doet. Want wij willen echt niet graag als inwoners van Stadskanaal dat die boten overal verspreid liggen. Dat is niet goed en dat is in ieder geval niet goed voor de bootvaders,
waarbij ik niet begrijp overigens dat die bootbewoners van 17 euro per dag kunnen leven. Die mogen toch minimaal 5, 6, 7 tientjes uitgeven. Van 17 euro kan ik toch lang niet leven als AOW'er. Nee, ik bedoel, dat is niks. Dus die boot, u moet zeggen, want dat moet me even van zaad, u moet zeggen dat uw leden meer geld moeten uitgeven. En geen zakken met aardappels en 27 broden meenemen. Uitgeven die allemaal. Eén kop koffie met een gebakje bij die beste bakker Blom en je bent die 17 euro kwijt. Ja, nou, dan moet u wel een... Nou, en ik kan, dank ik kan... u wel, meneer Maarsing. Uw punt is duidelijk. Meneer Nannenberg. Nou, ik kan u garanderen, als ik in Stadskanaal kom, dat ik op die 75 euro ga zitten. Dat geef ik... Goed. Voorzitter. Ik zie nu meerdere mensen hun hand opsteken. Meneer Van der Heijden, ChristenUnie. Ja, als we het toch over geld uitgeven hebben. Misschien kunnen we dat toch meenemen in het raadsvoorstel om de kosten enigszins te verhogen op bepaalde gebieden. En ik zou graag ook nog nader onderzocht willen hebben, misschien de was- en toiletvoorziening. Ik heb gehoord dat dat lastig is, maar misschien kan de portefeuillehouder daar nog iets over uitleggen. Mevrouw Meertens. Ja, wat ons betreft zou zeg maar het voorstel van verhogen van de tarieven voor water en toiletgebruik, douchegebruik ook bespreekbaar zijn. Meneer Pals. Ja, wij willen graag dat de wethouder toch ernstig kijkt, wat ik al eerder heb gezegd, naar het innen van het geld, dat dat op een andere manier kan, goedkoper, dat lichtgeld. Dank u wel. Mevrouw Brongers. Volgens mij kwam ik tot een afsluiting naar zo'n samenvattende reacties van de diverse fracties. Ik denk, ik heb al even genoemd, hè, het samenwerken, het investeren in public relations, beter duidelijk maken waar wij goed in zijn en wat wij hebben hier in Stadskanaal en Musselkanaal, dat wij dat meenemen in ons integraal voorstel. En ik begrijp het merendeel ook kijken naar het verhogen van de tarieven voor water, elektriciteit en wat daarbij hoort. Dat uw voorkeur heeft. Ik begrijp van de coalitie. Niet van de... In meerderheid van meneer de... Meneer Idema, wat wou u zeggen? Sorry, ik heb hem op uw weg. Hè. Ik begrijp dat de coalitie daar een voorstander van in, maar de oppositie dus niet. Dank u wel. Het is niet besluitvormend vanavond, laat dat helder zijn. Nee, maar u geeft... Spreekt u voor de hele oppositie? Zoals ik nu heb begrepen van meneer Melis en van meneer Pals en van de SP. Dat klopt, hè, meneer Pals en meneer Melis. Oké. Okay. Ja, nogmaals, voorzitter. Het is een opinierend voorstel en de opinies, de meningen zijn gegeven. En voor mij in ieder geval... helder. En ik denk dat ik heb uitgelegd wat wij als college mee zullen nemen. En in ons integraal voorstel in november, dat is tijdens de presentatie al genoemd, opnieuw naar voren zullen brengen. Dank u wel. Meneer Pals. Voorzitter, ik heb de wethouder nog niet gehoord over de bijdrage van meneer Dunn. Ik heb daar nog een vraag over gesteld, over die WMO... wet maatschappelijke ongelijkheid. Ik weet niet hoe die wet precies heet. Ja. Nee. Wet, markt en overheid. Wet, markt en overheid. Zo heet dat. Ik bedoel, ik heb u daar nog niet over gehoord. U hoeft u nou niet te antwoorden, maar neemt het alsjeblieft mee in uw raadsvoorstel hoe de feiten zijn, welke risico's we nemen en waar we naar moeten kijken en op letten. Daar wil ik graag nog even op reageren, voorzitter. Als raad heeft u de economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang vastgesteld in een voorstel in 2014, als ik mij goed herinner. En het Stadskanaal, en dan bedoel ik letterlijk het Stadskanaal, valt daar niet onder. Dus op dit moment speelt dat niet. Nieuwe voorstellen die geschreven worden, die worden altijd juridisch getoetst. En ook in het nieuwe voorstel zullen wij de wet, markt en overheid... daarin integreren en in die zin ook meetoetsen. Dus uw advies wordt meegenomen. Goed, dan denk ik dat we tot afronden kunnen komen van dit agendapunt.
En stel ik voor dat wij overgaan naar agenda punt 6, de rondvraag. Is er iemand die iets voor de rondvraag heeft? Dat is niet het geval. Dan wil ik deze vergadering sluiten. Ik wil meneer Nallenberg en meneer Smulders in het bijzonder bedanken en ook meneer Schwarzenberg. We hebben straks nog een presentatie over de begroting. Ik stel voor dat we even een minuut of 6-7 schorsen. Dus dat is tot 10:55. Dank u wel allemaal.